Stel je voor, er gebeurt een ongeluk in het verkeer en jij bent als eerste aanwezig om te helpen. Wat doe je dan? Er zijn steeds minder jongeren die weten wat ze moeten doen of een EHBO-cursus gevolgd hebben. En daarom kwam de gemeente Druten met een opvallend plan. Ja, wij hebben een actie bedacht, meer EHBO aan het stuur. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 20 die in onze gemeente staan ingeschreven. Die voor het eerst met autorijles in 2017 gestart zijn of starten. En in 2018. En wij bieden de jongeren de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het volgen van een module bij een van onze EHBO-verenigingen. En in ruil voor het goed gevolg afleggen van een module ontvangen ze de eerste autorijles gratis. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen, maar zeker de jongeren, iets weten over de eerste hulp bij ongelukken. En dat begint natuurlijk al thuis, in het klein. Maar als je in het verkeer gaat, dan kom je natuurlijk meer situaties tegen. Het zijn jonge mensen die aan het autoverkeer gaan deelnemen. En wij vinden het heel erg belangrijk dat jongeren, als ze betrokken raken of zijn bij een verkeersongeval, of ze zijn daar getuige van en ontdient zich een levensreddende handeling aan, dat ze daarop kunnen ingrijpen. Ja, het is zo dat na afloop van die module, die zich richt op drie onderdelen, namelijk reanimatie, AED, op de tweede plaats stabiele zijligging en op de derde plaats hoe maak ik makkelijk contact met 112, ontvangen ze een voucher. De EHBO-vereniging verstrekt onze lijst met deelnemers. De jongere die komt naar het gemeentehuis toe om zijn rijbewijs op te halen, levert de voucher in. Wij controleren de naam aan de hand van de lijst die we van de EHBO-vereniging ontvangen hebben. En wij maken rechtstreeks 60 euro over op het bankrekeningnummer van de jongeren.